Zolang wij mythes koesteren over schaarste en overvloed, zullen we er ook in blijven verdwalen. Ik wil het met u hebben over die mythes. Want ik denk dat wij allemaal mythes met ons meedragen, wij als individuen, maar ook als samenleving in Nederland, maar ook daarbuiten en in de hele wereld. En heel veel van die mythes hebben te maken met het... Die mythes hebben te maken in hoge mate met schaarste en overvloed. Kijk even voor de grap naar uw buurman of buurvrouw. 200 jaar geleden was de helft van ons, zoals we hier zouden zitten, ondervoed geweest of onvoldoende gevoed. En 200 jaar geleden was een derde van ons niet ouder dan 40 jaar geworden. En dat heeft alles te maken met schaarste en overvloed. En vooral met schaarste. Onze hele geschiedenis van de mensheid, misschien als je zelfs wil beginnen bij die 2,5 miljoen jaar geleden, is een geschiedenis van schaarste en van het managen van die schaarste, van het verdelen van de schaarste en misschien af en toe van het manipuleren van een stukje van die overvloed door autoriteiten en door instituties. Maar de schaarste, en dit is een plaatje van de grootste hongersnood, althans in termen van het percentage van de bevolking die is overleden, die eerste hongersnood in de helft van de vorige, de eervorige eeuw, de 19e eeuw. Die schaarste heeft zich altijd in eerste instantie ook geuit in termen van voedsel. En het is ook de meest fundamentele schaarste, want wie niet te eten heeft, leidt niet alleen in de zin van dat hij fysiek niet mee kan komen, maar leidt ook omdat hij zelf of zij zelf ook onvoldoende zijn hersenen kan ontwikkelen. Kinderen van ondervoede moeders hebben ook veel grotere kansen op ondervoeding en op ziektes. Dus schaarste in termen van ondervoeding is echt de meest fundamentele schaarste die er is. En zoals gezegd, onze hele menselijke geschiedenis gaat over hoe gaan we om met schaarste. En het meest uitzonderlijke, echt fundamenteel, evolutionair uitzonderlijke, is dat wij in de laatste 50 jaar voor een steeds groter deel van de wereldbevolking eigenlijk geen schaarste kennen. En dat is zo bijzonder dat we er eigenlijk nog niet mee kunnen omgaan. Nou kan je niet omgaan met schaarste als een samenleving als je daar niet verhalen over vertelt. Beschaving bestaat in hoge mate uit verhalen. En die verhalen hebben in bijna alle samenlevingen te maken hiermee. Het paradijs. Het paradijs, die mythologische, mythische overvloed, hier in de vertolking van Breugel. Een plek waar het te veel is bijna. Te veel aan diversiteit. Hier ziet u een stukje van het paradijs zonder de mens. Maar u ziet die onmogelijke combinatie, althans voor mij als bioloog, onmogelijke combinatie van soorten. Het paradijs geeft alles. Het is er, maar het is ook een statisch beeld. Het is een beeld van overvloed wat bijna alle samenlevingen op een of andere manier hebben. Het is niet alleen een beeld in de drie monotheïstische godsdiensten, Jodendom, Christendom en Islam. Het is een beeld wat veel verder gaat, want ook... Sorry jongens, dit is een onhandig systeem. Waar is het apparaat? Het is ook een beeld in andere samenlevingen. Hier ziet u een ander beeld van het paradijs. Toevallig is dit een Tibetaanse afbeelding. En ook hier ziet u de bomen, de omlijsting van dat paradijs. En het lijkt in allerlei opzichten ook op het paradijs zoals wij dat kennen. Er is eigenlijk maar één samenleving die geen paradijsverhaal kent. Dus die schepping van de mens in een situatie van overvloed. En dat is bij de Maasai in Kenia. Ik zal het verhaal nu niet vertellen, u kunt dat misschien nalezen. Er zitten twee problemen aan dat paradijs als mythe. De ene is dat die overvloed natuurlijk in groot contrast staat. Die overvloed aan bomen, aan vruchtbomen en noem maar op. Zelfs zo'n grote overvloed eigenlijk dat de mens niet eens hoefde te eten in het paradijs. Behalve die fameuze appel waar we zo dadelijk op terugkomen. Maar het andere probleem is dat het hier gaat om onmogelijke overvloed. Om inspanningsloze overvloed. Een overvloed waar de mens, de eerste mens, Adam en Eva, niets voor hoefde te doen.
En dat is zo belangrijk. We hebben eigenlijk nog steeds die mythe dat er ergens een mogelijkheid bestaat om overvloed te hebben zonder dat daar kosten aan verbonden zijn. Ecologische of sociale of economische kosten. En als je dat paradijs van dichtbij bekijkt, en hier hebben we Rubens en Breugel samen die dit schilderden, net voor het klassieke moment van inderdaad de appel waarmee alles misging, dan zie je ook dat dit is een paradijs van vredigheid. Het paradijs garandeert ook eigenlijk dat er geen competitie is tussen mensen, geen strijd om te overleven. En dat is natuurlijk iets waar we heel erg naar verlangen, maar wat totaal haak staat op de belevenis van veel mensen. Eigenlijk van iedereen. Wij zelf, zoals gezegd, wij zijn eigenlijk die historische uitzondering. Want wat gebeurde er na die fameuze appel natuurlijk? De verdrijving uit het paradijs. Masaccio, de beroemde schilder uit Florence, schilderde dit trouwens op 23-jarige leeftijd. En ik ken geen schilderij dat de desolaatheid van de schaarste zo goed vertegenwoordigt als dit. Hier zie je ook niet eens meer dat paradijs. Hier zie je die kale vlakte waarin de mens op een of andere manier moest leven. En het is dat wat de werkelijkheid is van zoveel mensen. Misschien niet letterlijk die vlakte, maar heel veel moest er gedaan worden om die overvloed van dat paradijs als het ware weer te evenaren. Hier moest de mens in het zweet zijns aanschijns en de vrouw, haar kinderen baren in barenspijn. Hier moest de mens een oplossing vinden. Want die overvloed was er niet meer. En je zou kunnen zeggen dat de hele menselijke geschiedenis is de worsteling om iets te maken van niets. Iets te maken, en dat gebeurde met name door landbouw. Landbouw, 10.000 jaar geleden ongeveer begonnen, was de eerste manier om iets van een gecontroleerde en voorspelbare voedselvoorziening te verzinnen. En het is dankzij landbouw dat wij hier allemaal, ikzelf, hier kunnen zitten. Dat wij niet elke dag moeten worstelen om onze overleving. En het betekent eigenlijk twee dingen. Het betekent dat een heel klein percentage nog maar bezig hoeft te zijn met de voedselvoorziening in onze moderne samenleving. En het betekent dat er ruimte is gekomen voor mensen zoals u en ik, die hun energie biologisch gesproken kunnen verspillen om hier te gaan zitten niksen. Omdat we kunnen leven in het vertrouwen dat anderen voor ons voedsel zorgen. En als u dat even ziet in een bredere evolutionaire context, dan ziet u hoe bijzonder die overvloed is. Het gebrek aan zorg over het eten van morgen. Want let wel, als ik u of mijzelf straks ergens in de Ardennen neerzet of in de Flevopolder, wij overleven geen dag. Wij kunnen helemaal niet meer overleven. Wij overleven dankzij de productie van overvloed door anderen. Maar er is met die mythe van die overvloed ook nog iets anders gebeurd. We hebben als het ware ook dat beeld van die overvloed vertaald naar een soort landschap van rust, van kleinschaligheid, van menselijkheid. En dat is zo belangrijk met vandaag de dag in onze samenleving van grootschaligheid, van die voedselketen die zo ver weg is, verlangen wij eigenlijk weer naar het paradijs. Naar een paradijs wat eruit ziet als een liefelijk landschap, een beetje een korenveld hier van Van Gogh, een paar bossages. Dit is eigenlijk waarvan wij denken dat wij daar graag zouden willen zijn. Zo anders dan die droogte van Masaccio. Maar ook zo anders dan die grootschalige productie waarvan we eigenlijk het gevoel hebben dat die niet hoort bij wat we nu als het paradijs zouden beschouwen. We hebben ook in die geschiedenis natuurlijk altijd mythes gecreëerd over overvloed. Zelfs in de tijden van de grootste schaarste heeft iedere samenleving zijn mythes over hier het land van Cocagne, het lui-lekkerland, waar de daken bestaan uit pannenkoeken en waar zelfs als je kijkt rechts een varken rondloopt met een mes in zijn lijf als het fastfood avant la lettre. Dit is een 15e eeuws beeld van wat het paradijs was. En het was natuurlijk als het ware het paradijs in overdrive. Een paradijs waarvan iedereen wist dat het niet bestond. Het paradijs van het carnaval. Carnaval trouwens, carnavalen, hè? Adieu aan het vlees. Het paradijs wat stond tegenover het vaste. Want niet toevallig komt dit uit de periode van grote schaarste, maar ook een periode waarin natuurlijk nog steeds door de katholieke kerk, maar ook door vele andere religies, het vaste als belangrijk doel in het leven gold.
In de middeleeuwen telde de katholieke kerk 166 vaste dagen. Dagen waarop je in ieder geval bepaalde vormen van voedsel niet mocht eten. Soms was dat vlees, soms was dat ook vis, soms mocht je alleen maar linzen eten enzovoort. En er is geen religie, dames en heren, die niet de overvloed heeft geprobeerd te reguleren met vasten. En vasten werd natuurlijk in eerste instantie was natuurlijk een reactie op schaarste. Het is ook geen toeval dat onze vastenperiode bestaat op het moment dat er nog geen oogst is. Net voor de oogst die in het late voorjaar komt. Het vasten was niet anders dan een slimme manier om de schaarste te reguleren. Maar het was ook iets anders. Het was ook een manier om te komen tot een spirituele puurheid. Althans, zo werd het in bijna alle religies en zo is het nog steeds in veel religies gezien. Het is niet voor niets dat volgende week met Yom Kippur in het Jodendom weer meer dan een jaar wordt, een dag wordt gevast. Het is niet voor niets dat nog steeds in het Hindoeïsme hele strikte regels gelden over welke dagen welk voedsel van betekenis is en gegeten mag worden en door wie. Ons hele leven lang, als mensheid, onze hele geschiedenis door, hebben wij altijd dat voedsel moeten reguleren en daarmee ook, als het ware, een ontwikkeling in gang gezet waarin we nadachten over waar het eigenlijk over ging in het leven. En wat er nu gebeurd is in onze samenleving, is dat we in feite die religieuze autoriteit, of de politieke autoriteit, die besloot wie wat mocht eten, eerst hebben vervangen door een overheid en een voorlichtingsbureau voor de voeding en allerlei andere instanties die ons vertellen wat we moeten doen. Maar dat eigenlijk heel veel van dat geweten nu bij onszelf ligt. Het vasten of het reguleren van voedsel of het reguleren van overvloed is nu uw verantwoordelijkheid. De overheid kan hoogstens, maar niet te veel, zich daarmee bemoeien. En dat leidt natuurlijk tot allerlei problemen. Het paradijs bestaat namelijk nog steeds vandaag. Het bestaat hier, dit is een reclame van van het Italiaanse koffiemerk Lavazza. En die zegt gewoon, il café del paraíso. En zo gebeurt het met heel veel. Als je erop let, en ik heb natuurlijk een soort paradijsdetector ontwikkeld in de loop der jaren, dan ziet u dat overal dat paradijsbeeld nog steeds optreedt. Het paradijs staat nog steeds vandaag de dag in de 21ste eeuw voor overvloed. Belastingparadijzen, vakantieparadijzen, die mythe die is er nog steeds. Maar natuurlijk leidt overvloed tot problemen. Het leidt tot overgewicht, maar het leidt tot overconsumptie. En op een of andere manier is in die laatste 50 jaar eigenlijk het succes van het produceren van alles om ons heen eigenlijk ook ons probleem geworden. Want voor het eerst in de geschiedenis is er voor bijna iedereen niet alleen voldoende, maar in veel opzichten ook te veel. En dan blijkt dat die afval van de autoriteit, van verdeling van de schaarste, niet meer functioneert. Dan blijkt dat we eigenlijk niet weten hoe we om moeten gaan met die schaarste. Dat we daar geen instituties meer hebben als schaarste vervalt in overvoed. En dan blijkt ook dat we nieuwe schaarstes ontdekken. Onze schaarste is althans voor ons hier in het Westen, zeg die 1 miljard mensen die in Oeso-landen wonen, die schaarste die roept weer nieuwe schaarstes op. De schaarste bijvoorbeeld van de stilte, zoals we net zagen. De schaarste van het mooie landschap. De schaarste van het handgemaakte, het ambachtelijke, datgene wat dichtbij is. En dat is de nieuwe schaarste. Maar tegelijk is er ook iets anders gebeurd. We zijn in die laatste decennia begonnen aan een soort doemdenken. Nou is doemdenken natuurlijk niet nieuw. Er is al heel vaak voorspeld dat de wereld ten onder zou gaan. Maar ik zie dat nieuwe doemdenken, de angst voor de economische groei, ook als een manier om als het ware een soort tegenhanger, een soort contrapunt tegen dat paradijs te formuleren. Voor het eerst, terwijl we het zo goed hebben, zijn we eigenlijk zo bang dat het slecht zal gaan. En dat is de nieuwe en de nieuwste mythe en misschien wel de meest hardnekkige. We zijn collectief somberder over de wereld dan we misschien ooit eerder waren. En tegelijkertijd is er eigenlijk heel weinig reden om op lange termijn ons zo zorgen te maken als we nu doen. Denk aan het rapport van de Club van Rome. Het heeft geweldig veel losgemaakt, maar de oorspronkelijke voorspelling is helemaal niet bewaarheid. In feite zijn we er veel beter aan toe. Het rapport van Rome zei aan het begin van de jaren 70, binnenkort zijn de fossiele brandstoffen ongeveer op. Vandaag de dag hebben we meer voorraden aan fossiele brandstoffen dan op dat moment
voorspeld werd door de Club van Rome. We hebben 40 jaar lang die fossiele brandstoffen gebruikt en we hebben er nog meer van. En de wereldbevolking is ook nog eens verdubbeld. Wat wil dat zeggen? Niet dat er geen schaarste is. Niet dat we ons onderwerp en de betekenis van economische groei gewoon maar aan moeten nemen als steeds meer en steeds hoger en steeds meer voor iedereen. Maar dat is ook niet wat werkelijk gebeurt. Als je kijkt naar de relatie tussen consumptie en inkomen, dan is daar een hele sterke stijging aan het begin. Dus als mensen heel weinig hebben, gaan ze heel snel meer consumeren. Maar mensen zoals u en ik gaan op een gegeven moment weer minder consumeren. Bijna altijd, althans. Maar wat er wel gebeurt, is een kwalitatieve verschuiving. Inderdaad, de hang naar het ambachtelijke. Maar heel veel dingen voor u, zoals ze hier zitten, waren eigenlijk niet vanzelfsprekend een paar decennia geleden. Wie kan zich nog bedenken dat je een spaarde voor iets? Dat je spaarde voor, bij wijze van spreken een winterjas of een fiets. Het idee van het uitstellen van consumptie is iets wat we verloren hebben. Maar de realiteit van de komende decennia is, en zoals je het hier ziet in een van de meest karakteristieke delen van het centrum van Mumbai, Bombay in India, de realiteit is dat er nog naar schatting 2 miljard mensen bijkomen. Dit zijn mensen die nu zo omstreeks de $1.50 en waarschijnlijk vaak minder per dag verdienen. En zodra hun consumptie of hun inkomen omhoog gaat, gaat hun verlangen naar consumeren omhoog. En dat is heel erg logisch. Dat is de trend in de hele geschiedenis. En voor hen, zelfs ook in India, want vergis u niet, het is niet zo dat heel India vegetarisch is, maar ook voor hen, en zeker voor China, Vietnam, betekent consumptie ook dierlijke eiwitten. En daarmee ontstaan ongelooflijk veel problemen. Toch ben ik niet pessimistisch. Ik denk dat we heel goed, zelfs met de huidige kennis, deze mensen kunnen voeden en van een decent leven, onderdak en alle andere dingen die daarbij horen, zorg, sociale zekerheid, kunnen voorzien. Het zijn er nog 2 miljard, maar het zijn er 2 miljard ook vol energie en vol mogelijkheden. En het doemdenken doet geen recht aan hun aspiraties en ook geen recht aan hun kennis en wens om het lot in eigen land in eigen hand te nemen. Zij zijn degene voor wie nog geld de schaarste moeten overwinnen door overvloed. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk hierom. Het gaat om Eva. Want Eva, als je goed naar dat paradijsverhaal kijkt, was natuurlijk volgens de traditionele interpretatie de vrouw die nou eenmaal zo zwak is dat ze niet aan de verleiding kon weerstaan. Maar het is dankzij het eten van die appel dat wij dat paradijs zijn uitgestoten. En dankzij dat hebben wij onze creativiteit ontwikkeld, onze kennis ontwikkeld, om die woestenij tot vrucht te brengen. Om mensen vrij te maken om andere dingen te doen. Niets is er saaier en slechter voor de intelligentie dan een paradijs waar je alles al hebt. Niets is er saaier dan geen uitdagingen hebben. Dan gewoon maar de gebraden duiven in je mond laten vliegen, zoals in het land van Cocagne. En eigenlijk zou ik een lofzang willen geven op Eva. Op Eva als degene die ons uit dat paradijs heeft geleid. Want onze zonde, onze erfzonde, is niet dat we uit dat paradijs zijn gestoten. Onze erfzonde is eigenlijk veel meer dat we dat paradijs nog steeds als mythe hebben en nog steeds denken in termen van schaarste en overvloed. En nog steeds het gevoel hebben dat we die overvloed op een of andere manier aankunnen door maar te wachten tot er iets gebeurt. Als je nadenkt over schaarste en overvloed, dan moet je ook nadenken over je eigen rol. Dan gaat het enerzijds om matiging, om te begrijpen wat zijn werkelijke belangrijke stappen in je eigen consumptie. Moet je elke dag vlees eten? Moet je 3 keer per week vlees eten? Moet je misschien helemaal geen vlees eten? Heb je inderdaad de zoveelste stedentrip naar Barcelona nog nodig? Heb je het nodig om nog weer onmiddellijk het nieuwste model iPhone aan te schaffen? Dat zijn individuele vragen. We hebben de neiging om ook die gewetensvragen als het ware te externaliseren. Niet meer bij de overheid te leggen of bij een religieuze autoriteit, maar bij het collectief van de goede gemeente, van de smaak en de consumptiedrang op het internet, van je vriendenkring enzovoort. En voor alles, denk ik, is het nadenken over overvloed en schaarste een nadenken over de mythes. Ik ben ervan overtuigd dat dankzij Eva wij geleerd hebben om die woestenij tot bloei te brengen en dat we dat ook zullen doen.
met de huidige kennis en ook met nieuwe kennis. En juist de schaarste die zo negatief wordt ervaren, is ook de druk geweest, de uitdaging om die te overwinnen, om iets nieuws te vinden en om onze kennis te ontwikkelen en te gebruiken. En daarmee wil ik ook een lofzang geven op de schaarste. Niet de schaarste als doel, maar wel de schaarste als factor die onze geschiedenis heeft bepaald. Onze uitdaging is nu, kunnen we in die overvloed nieuwe momenten van schaarste creëren, waar een nieuwe kwaliteit van leven een vorm krijgt. Dank u wel.